Accountants en advieskantoor KPMG heeft in Nederland een recordomzet van 711 miljoen euro geboekt. Het leek erop dat zij ondanks het zware jaar de dans zijn ontsprongen. Toch is het niet allemaal roziger en maneschijn, want de winst wordt overschaduwd door de examenfraude. Edwin van der Schoot is redacteur van het FD en volgt dit. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Waarom wordt het overschaduwd door die... Ja, toch wel bekende examenfraude ondertussen. Nou ah ja, je zei het al, het is een recordomzet. KPMG Nederland boekte nog nooit zo'n hoge omzet. Maar de winst valt best wel tegen. Nou, en hoe komt dat nou? Dat komt niet alleen omdat ze een een boete van 25 miljoen hebben moeten aftikken... bij de Amerikaanse toezichthouder PCAOB. Mm -hmm. Maar omdat ze ook nog eens, voor zover ik het kan uitrekenen... nu ruim 40 miljoen euro aan kosten hebben gemaakt. Advocaten, uh, forensisch accountants, et cetera... die allemaal met het onderzoek naar die examenfraude bezig zijn geweest. Dus ja, dat hakt er wel in. Ja, ja, dat hakt er wel in. En dus de, de partners bij KPMG uh, huilend naar de bank? Nou ja, dat is natuurlijk. KPMG is een coöperatie. Maar, en, dus 100, 168 partners zijn collectief de aandeelhouders. Mm -hmm. En sommige van die partners hebben natuurlijk ook uh, uh, zelf uh, gespiekt als het gaat om het maken van examens. Anderen helemaal niet. Dus dat zal voor een beetje. Revel intern nou, misschien ik, hebben gezocht. Als ik mijn examen netjes had gedaan en ik krijg nu minder geld omdat een partner van ja. mij heeft zitten cheaten, dan zou ik wel even zeggen, hé hey, waar ben je nou helemaal mee bezig? Ja, dus je kunt je voorstellen, hè, want gemiddeld uh, leggen ze er allemaal drie ton op toe. Eh, je, je krijgt geen salaris als je partner bent, je krijgt een winstuitkering en dat zijn bedragen waar we geen medelijden mee hoeven te hebben, maar nee. desalniettemin kan het wel voor wat chagrijn zorgen als nee. je drie ton minder krijgt dan want, het jaar ervoor. Want die examenfraude, dat erop hè, dat accountants eigenlijk iedere keer hun bijscholing ja. daarmee hebben zitten. Sjoemelen. Ja, nou antwoorden gedeeld hebben. Heel antwoorden simpel. gedeeld. Ja, ik ja. maak jouw toets uh, of uh, Thomas, ik maak jouw toets of jij maakt die van mij of we doen het samen. En dan komen er wel door. En zus en zo. Ja. Toch um, uh, uiteindelijk hoeveel winst in percentage kost dit de partners? Nou, want je zei dus drie ton, maar hoeveel is dit van het geheel? Ja? Dan Moet ik even spieken, maar volgens ja. mij gaat hun winstuitkering bijna met twee vijfden omlaag. Uh, oh, Dan dus. uh, hebben we het echt over 40 procent. Gemiddeld was het 295.000 euro, 295 euro per persoon. Mm -hmm. uh, Stevig. Vorig jaar kregen ze 752.000 euro per persoon, nu 457.000. Dat is toch een ander bedrag. Ja, nee, dat, dat levert dus uh, even niet zoveel op, die examenfraude voor, uh, voor de partners. Maar is het hier nu ook echt klaar mee of kunnen we dit verderop in de cijfers ook nog gaan zien? Nou, het is heel interessant. Kijk, eigenlijk KPMG heeft een gebroken boekjaar. Dus die gaan dan van uh, uh, oktober tot en met september. Dus de volgende jaarcijfers, die verwachten we eind dit jaar alweer. Deze zijn gewoon uitgesteld omdat het allemaal zo lang duurde met mm -hmm. die examen, fraude, regelen, et cetera. Dus ik ben heel benieuwd van wat vinden we dan terug? Hè? Zien we dan dat de omzet uh, uh, wederom heel hoog is, maar de winst ook weer? Hè? Zien we dat klanten KPMG trouw blijven? Zien we dat de... de de beste partners die de meeste omzet binnenhalen... de rainmakers, blijven die bij de firma... of stappen die straks over. Er is al een Amerikaans firma geweest, Alvarez en Marshall... die zegt, mm -hmm. nou, wij willen, wij willen wel wat partners... van de KPMG's van deze wereld erbij hebben. En gaan de beste mensen straks snel het schip verlaten. Dus dat is iets... Oh, Dat zie je nu nog niet in die cijfers eigenlijk. In deze cijfers kun je dat nog niet zien... want die lopen tot oktober 2023. Maar in de, de volgende jaarcijfers... worden dat betreft best wel interessant voor ons. Ja, inderdaad. Uh, dus ja, eigenlijk een, een hele goede omzet... Maar maar toch uiteindelijk veel minder winst. Dankjewel, FD-redacteur Edwin van der Schoot.